Nieuwbouwwijk Wilgerijk aan de rand van Maassluis. Er staan nu nog alleen maar huizen, maar over 4 jaar moet er ook een school staan. Het college overlegde over met koepelorganisatie SICO. De nieuwe school komt op een locatie achter de woonwinkel aan de Weverskade. Nou, het schoolbestuur SICO krijgt daar de mogelijkheid om een school te stichten. Er zijn op dit moment 2 scholen van SICO, Dijk en de Alfringschool. En die gaan daar gezamenlijk naartoe. Na de komst van de nieuwe school in Wilgerijk zullen de bestaande vestigingen aan het Dennendal en de Dr. Jan Schoutenlaan worden gesloten. Wat er dan met de panden gebeurt is nog niet bekend. Nou, dan moeten we nog even kijken hoe we dat verder gaan invullen. We hebben nu voor de korte termijn deze 3 projecten stellen we voor. En we vragen aan de raad ook naar de lange termijn over 2-3 jaar verder te gaan bekijken wat daar moet gebeuren. Dan moeten we ook komen met invullingen voor onder andere het pand aan de dijk. En voor wat betreft de Alfringschool valt dat in het hele plaatje rondom de burgemeesterswijkontwikkeling. Ook krijgt de Montessori-school een nieuw gebouw. Verder wordt geïnvesteerd in uitbreiding van basisschool Het Balkon. Daar komen 4 extra lokalen. De extra ruimte is meer dan welkom. Ja, het Balkon heeft toen destijds het Balkon als school daar neer is gezet, was het al een wat kleinere locatie. En dat was in eerste instantie bedoeld als een dependance. En dat is inmiddels een volwaardige school. Die ruimte is echt nodig en die ruimte gaan we zoeken en vinden in het huidige pad. De uitbreiding van basisschool Het Balkon zal naar verwachting volgend jaar starten. Koepelorganisatie SICO hoopt dat er in 2025 een nieuwe school staat in het Wilgerijk.